Ik ben Jip, ik ben 23 jaar en ik heb botkanker. Hoe lang heb jij nog? Weet ik niet. Maanden, half jaar. Het kan heel snel gaan, het kan ook een paar weken, ik weet het niet. Maar wij hadden ook een afspraak. Jij was geopereerd, je long was eruit gehaald. Ja. En wij hebben in het ziekenhuis afscheid genomen. Jij was kankervrij. Jij zou niet meer in het programma zitten. Ja, dat klopt. Maar ik kom weer terug. Ik hoor weer in het programma. Als er geen opties zouden geweest zijn, zou het ook een geruststelling geweest kunnen zijn. Snap je dat? Dan hoef je er niet over na te denken. Nee, dan weet je van, ik ga de pijp uit, prima. Dan stel ik me daarop in. Blauwe pakjes moet ik aan hebben. Dan kan je mijn blote kont in zien. Zo. Nou, rijden door de operatiekamer binnen. Ik had best wel een tienervader willen worden. Maar is het nu geen optie meer dan, kinderen? Ik moet zeggen, ik heb nog niet afgetrokken om te testen nu na de chemokuur. Maar je zaad is dood natuurlijk. Nou ja, dat hoeft niet. De uitzaaiingen, zijn die echt fors in je been nu? Wil je ze voelen? Hier voel je wel een hele goede. Zo. En hier heb ik een hele grote. Die, ja, maar dat is een uitzaaiing. En dan in de kist, hè? Dat ik hier mag liggen. Of daar, een stukje verder. En? Nou, ik voel me nog niet echt iets bij. Ik voel me nog niet dood. Dat is een beetje lastig. Jip, keizer.